Wereldwijd wordt vandaag World Polio Day herdacht. Het thema dit jaar is a win against polio is a win for global health. Bij de lancering van het Global Polio Eradication Initiative in 1988 waren er jaarlijks 350.000 gevallen van polio in 125 landen. In Suriname is er sinds 1980 geen poliobesmetting meer geweest, zegt minister Amar Ramadine van Volksgezondheid. Ramadine geeft aan dat preventieve vaccinatie en goede hygiënebesmetting met het poliovirus de terugkeer ervan kan voorkomen. Suriname is op de goede weg met een vaccinatiedekkingsgraad van 93%. De norm is 95%. En dat geeft een goede dekkingsgraad aan, want boven 90% als je een dekkingsgraad hebt van boven 90%. Dan heb je eigenlijk groepsimmuniteit, dus dan heeft het virus geen kans om zich te verspreiden. Want het overgrootste deel van de samenleving is beschermd. Wat je hebt eigenlijk is dat wij genoeg vaccin hebben, dus de beschikbaarheid is er. Maar de bereikbaarheid speelt een rol. We kunnen niet, en dat is bij alle vaccins zo hoor, omdat we hebben over heel Suriname uitgestrekte gebieden waar mensen wonen. En natuurlijk, je kan ook niet in ieder vaccineren. Dus het zijn meestal een aantal van die sessies, dus de doseringen die je moet krijgen. En je kan niet iedereen soms bereiken. Polio of poliomyelitis is een verlammende en potentiële dodelijke infectieziekte die wordt veroorzaakt door het poliovirus. Het virus dringt de hersenen en het ruggenmerg binnen en veroorzaakt verlamming. Omdat polio niet te genezen is, is vaccinatie de enige manier om kinderen te beschermen en te voorkomen dat de ziekte zich verspreidt. Dus we blijven vaccineren. We gaan natuurlijk niet afweken van ons vaccinbeleid. En we moeten blijven stimuleren dat mensen hun kinderen laten vaccineren. Dus misschien moeten we wat meer awareness inderdaad gaan invoeren. In ons voorlichting naar de samenleving. En ook via het onderwijs. En nagaan. Je kan ook via het onderwijs. Vandaag gaan dus de kinderen het meest. Gewoon instrueren, schooldiensten dan via de RGD. Gewoon controle te doen van de status van vaccin. En als je merkt dat een kind niet gevaccineerd is, dan moet dat kind meegaan om. Althans komt dat kind weer in het programma om te vaccineren. Dus dat hebben wij als, dat is mijn target als minister. Dat was dus minister Amar Ramadine van Volksgezondheid. We spraken hem vandaag in het kader van Wereld Polio Dag. In Suriname is er sinds 1980 geen poliobesmetting meer geweest.